De ziekenhuizen in Nijmegen zijn beter bestand tegen het griepvirus dan het landelijk gemiddelde. In de Nederlandse ziekenhuizen is gemiddeld 13% van het zorgpersoneel gevaccineerd tegen de griep. Het Radboud UMC meldde trots op social media dat zij een vaccinatiegraad van 53% heeft gehaald in 2018. Het Canisius Wilhelmina ziekenhuis meldt een graad van 34%, waarbij er gebruik is gemaakt van een campagne en vaccinatiepersoneel om het cijfer op te krikken. In de Sint Maartenskliniek hebben ze door middel van een relatief ludieke actie het personeel gemotiveerd gekregen. Medewerkers konden kiezen om een bedrag aan een goed doel te laten doneren of een bioscoopbon te ontvangen als ze zich in lieten enten. De kliniek zegt dat het hierdoor een verdubbeling in gevaccineerd personeel zag ontstaan.